internetvrienden, daar was ik weer. Ik wil even iets gigantisch serieus bespreken vandaag. Als je een frequent YouTube-kijker bent, dan weet je dat het een beetje oorlog is in de community. Iedereen is boos op elkaar. En ja, vroeger werden dat soort ruzies natuurlijk gewoon altijd gewoon opgelost door gewoon een kom om 8 uur naar het park en dan sla ik je op je bek sms'je te sturen naar iemand. Maar het gaat een beetje lastig tegenwoordig als je aartsrivaal 60 kilometer aan glasvezelkabel van je vandaan woont. Daarom dat er de afgelopen weken de nodige expose video's zijn uitgekomen waarin mensen gewoon elkaar exposen. En ik wil gewoon zeggen dat ik het helemaal zat ben. Want dit hele gedoe is al 2 maanden bezig. En tot op heden is er niemand geweest die ook maar een klein beetje moeite heeft genomen om mij een keer even goed te exposen. Dan kan ik 2 dingen doen. Huilen in een hoekje. Nou, dat is dus wat ik de afgelopen 2 maanden gedaan heb. Nu vind ik dat het tijd is om gewoon verandering teweeg te brengen. En gewoon mezelf te exposen. Want er zijn een hele hoop dingen die mankeren aan mij. En als niemand die aan het licht wil brengen, dan doe ik dat zelf wel gewoon. Laten we maar gewoon bij het begin beginnen. Vroeger was ik echt gigantisch skeer. En ook een beetje gierig. Dus als je mij dan uitnodigde voor je verjaardagsfeestje, dan zei ik altijd, oh shit, ik ben echt cadeau vergeten. Ik geef hem echt maandag op school. En van alle verjaardagen dat ik geweest ben, is er nooit op maandag een cadeau nog gegeven op school. Ja, dat probleem heb ik nu natuurlijk niet meer, omdat ik nu gewoon nooit meer word uitgenodigd voor verjaardagen. Nee, dat is een grapje. Als je me nu uitnodigt, geef ik je wel een cadeau. Maar ja, als je met mij uitgaat, is het heel erg belangrijk dat je je glas super goed vasthoudt. Want na 3 vodka Red Bull voel ik mijn Beyoncé en de kans is erg groot dat ik zeg maar gewoon je glas uit je hand aan het single lady ben. En dan krijg je natuurlijk wel een nieuwe van me, maar het is natuurlijk niet zo handig. Nog iets wat heel erg vervelend is aan mij, is dat ik alles wat belangrijk is vergeet. En alles dat niet belangrijk is, zit na 20 jaar nog in mijn brein. Dus dat is wel echt een beetje vaag. Hetzelfde met namen. Je kan mij je naam zeggen en dan vergeet ik hem waarschijnlijk gelijk. Maar als we het daarna hebben over je hond en ik kom je na 15 jaar weer tegen en ik spreek je weer, dan weet ik echt precies nog dat je hond Bruno echt de beste hond van de wereld is. En een tackle met een spikkel op zijn rechterbeen. Het is echt... My brain makes no sense. Als ik met je ben, stel ik je waarschijnlijk een hele hoop vragen over jou en je leven. En misschien denk je dat het is omdat ik een psychopaat ben, maar ik ben gewoon oprecht heel erg geïnteresseerd. Daarom vraag ik zoveel. En ik heb nooit heel erg de behoefte om over mezelf te praten, dus dat je het even weet. Ik kan echt niet koken. Ik heb het wel iets beter geleerd. Ik kan eten in een pan doen en opwarmen, dat is wat ik nu kan. Maar ik ging dus laatst babi maken en... Het zag er gewoon uit alsof er al zeker 2 weken iets in die pan aan het ontbinden was. Dus nou, nog iets wat gigantisch irritant is aan mij is dat sinds ik psychologie, komt even niet uitspreken, sorry, studeer, ik er heel erg veel over praat. En als ik dan met jou ben en je steekt je vinger uit en ik heb daar toevallig net een psychologische theorie over geleerd op school, dan is de kans groot dat ik je die van het begin tot eind ga uitleggen omdat ik dat heel erg interessant vind en jij waarschijnlijk totaal niet, maar... En waarschijnlijk zal ik ook iets zeggen van, oh sorry dat ik zoveel over mijn studie praat, maar uiteindelijk doe ik het toch wel. Een ander exposed puntje is dat als je mij een bericht stuurt, ik vaak pas na 3 dagen reageer. 9 van de 10 keer heb ik het wel gezien of wel gelezen, maar dan denk ik ook, laat het even op me inwerken, dan ga ik zo een reactie plaatsen. Dan is het ineens alweer 2020 en dan, ja, het is echt niks persoonlijks. Ik heb dit bij iedereen, het is heel vervelend en daarom is iedereen ook altijd boos op mij erover. Nou, niet echt boos, maar... mensen vinden het niet zo leuk. Ik kan heel erg slecht zingen. En als ik in een club ben, zing ik altijd. En ook heel erg hard. Ik schreeuw eigenlijk echt alles mee. Dus op zich is het wel een dingetje om gehoorbescherming aan te schaffen als je een keer met mij uit zou gaan. Omdat je jezelf dan niet alleen maar beschermt tegen de harde muziek, maar ook tegen mijn vals gekraai. Ik ben die persoon die altijd door een film heen praat om te vragen wat er aan de hand is. Terwijl ik al gewoon weet dat degene met wie ik ben ook niet weet wat er aan de hand is. Omdat diegene de film ook voor het eerst ziet. En alsnog vraag ik de hele tijd, waarom gebeurt dit? Wat is dit? Wat doen ze nu? Waarom doet hij dit? Is hij nou goed of slecht? Ik snap er helemaal niks van. Een goeie Sofie, kan je alsjeblieft gewoon even je bek houden. Accepteer ik ook gewoon, dan hou ik me wel voor wel. Maar ik snap er gewoon nooit zoveel van. Op een of andere manier weet zwaartekracht er altijd voor te zorgen dat mijn eten op de grond belandt. En ik eet het dan eigenlijk gewoon altijd nog op. Als er iemand bij is die ik niet ken, roep ik altijd voor de grap heel hard. 5 seconden regel, maar het boeit me oprecht geen honderd op de grond heeft gelegen. Niet te lang though, maar
goed voor je weerstand, zei mijn moeder altijd. Ik ben heel erg onhandig en de kans is heel erg groot dat als we samen zijn, ik ongeveer 20 keer tegen je aan ga lopen. Omdat ik het niet zie en praktisch motorisch gestoord ben. Als ik om je geef, dan verbeter ik al je fouten in Nederlands. Dus al je als, dan, als jou, als mij, groter als mij dan jouw fouten. En je DT en je werkwoordfouten. A, omdat ik een taalnatie ben. En B, omdat ik gewoon vind dat je het moet kunnen. Bij sommige mensen hou ik me wel in hoor, maar ja. Als je tegen me praat, dan kan ik je heel geïnteresseerd aankijken. Maar de kans is groot dat ik gewoon niet hoor wat je zegt. Omdat ik zo verschrikkelijk verstrooid kan zijn dat mijn gedachten echt ergens daar zweven. Dan moet je ook echt even tegen me zeggen, zo, blijf erbij. Het is niet dat ik je verhaal niet interessant vind, maar ik ben gewoon een beetje soms even gone. Een irritante eigenschap van mij is dat ik best veel dingen kapot maak, per ongeluk. Maar de dingen zijn dan alsnog kapot. Dus dat is wel echt een beetje kut. Ik ben ook wel de persoon die altijd glazen omgooit bij mensen die ik niet zo goed ken. Het lijkt wel alsof het een soort van voorbestemd is. Dat als ik ergens ben bij mensen die ik niet ken, dat er dan wel een glas kapot gaat. Niet zo handig. Nou jongens, dat was het alweer. Ik ben blij dat eindelijk iemand mij exposed heeft. Ook al was ik het zelf. Het moest er gewoon eventjes helemaal uit. Het is echt een opluchting. Nu weten jullie wie ik echt ben. Ja, wat ik gewoon heel erg graag zou willen weten is dat als jij jezelf nu hier in de reacties zou kunnen exposen. Wat zou jij dan van jezelf exposen? Ik ben heel erg benieuwd. En dan zie ik jullie natuurlijk weer volgende keer. Adieu!